Goedenavond allemaal. Ik zie al mensen binnenkomen. Dan ben ik mezelf weer kwijt. Even kijken. Even me anders neerzetten. Anders dan zie ik jullie niet. Zie ik de reacties niet. Dan zie ik mezelf niet. Nou, kijk aan. Welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal komen kijken. Dag Ali. Het is best wel warm. In mijn hobbyhokje is het ook warm. Ik heb een glaasje water bij me staan. Wil ik wat drinken bij jullie? Goedenavond Linda. Ik zie Rianne. Goedenavond. Goedenavond allemaal. Nou, het is 19:30 geweest. Ik wou graag beginnen. Ik kreeg heel veel vraag naar een pop-up kaart. Die had ik een poosje terug al een keer gemaakt. En er werd mij gevraagd naar het patroon. Ik denk, nou, dan kan ik hem ook wel een keer in de live geven. Ik maak altijd een dummy, hè, noemen ze dat. En dit is de kaart. Je kan hem terugvinden. Ik zal iets lager gaan, zie ik. Je kan hem terugvinden in de groep. Als je zoekt op mijn naam, dan kun je hem vinden. Ja, dankjewel Ali. Nou kijk dan, er stromen nog steeds mensen binnen. Ik ga beginnen. Ik ga werken met het papier van de Wild & Free. En ik heb dit keer het grote paperpad gepakt. Laat ik nog een paar velletjes inzetten. En het is het nummer DPP128. Decemberpapier. En het cardstock. Dat is van Cardeco. Dat is de Basil. LKK SC41. Ik vind het wel een mooie kleur. En ik ga matten met de Ivory. En dan denk ik niet dat ik die heb laten linken. Dat ik dat vergeten ben. Even kijken. En ik ga natuurlijk ook werken met een paar masks. Er is een uitdaging in deze groep. Een mask challenge. Ik ga deze gebruiken. De springborden. En ik was net nog even door mijn mask aan het fladderen. En toen zag ik deze ook nog. Dus van de inner piece, de border en background. Er zit zo'n mooi randje hier zo langs. Dus ik denk, die ga ik ook gebruiken. Die was nog voorradig, zag ik. Even kijken. Ik ga beginnen. Ik leg even wat spulletjes aan de kant. Ik begin eerst even met een stukje cardstock. En dat is een stukje cardstock van 15×30. En die moet ik wel rillen. Ik heb het al wel gesneden. Ik ga het nog wel even rillen. Ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Ik kan niet met mijn... Ja, jullie kunnen het net zien. Ik kan niet met mijn apparaat verder die kant op. Dus een stukje van 15 hoog 30 breed. En die rillen we op 12. Iets er tegenaan. Ik ril hem op 12. En ik ril hem op 15. En ik ril hem op 18. En dan draai ik hem weer om. En dan doe ik hem nog een keer op 12. Dat is namelijk hetzelfde. Dat is deze. En dan had ik nog twee kleinere stukjes. Ik had het op eentje neergezet. Dat is 10 hoog en 14 breed. En deze die ril ik op 1. Dan draai ik hem weer om en dan doe ik hem op 11. En op 13. Goedenavond allemaal. Ik zie nog steeds mensen binnenkomen. Gezellig. Deze doe ik dan weer op 1. Dan draai ik hem weer om. Doe ik hem op 11. En op 13.
Dat was denk ik alles om te doen. Ja. Deze die vouw ik dubbel. Deze gaat naar binnen en dan gaat de andere die gaat naar boven. En die gaat ook weer naar binnen. En dan is dit je kaartmodel. Dus een dalvouw, een bergvouw en een dalvouw. Dat is deze. En dan ga ik deze stukjes ook vastvouwen. Dus 1 centimeter vouw ik om, dat is een plaklijn. Dit is 1 centimeter, is ook een plaklijn. En dan deze 2 centimeter, die maakt eigenlijk de pop-up. Deze eventjes. Oh, de chat gaat zo snel, ik kan het helemaal niet bijhouden. Ik lees het straks allemaal nog wel een keertje weer na. En dan komt de 1 centimeter hier tegenaan en dan de 2 centimeter komt naar die kant. Dus zo komt het kaartje eruit te zien. En ik had dus overal een mat randje. Dat vind ik altijd wel leuk. En die ga ik er vast op plakken. Dat kan ik alvast doen, denk ik. Ja. En de mat randjes, die zijn... Ik doe altijd 4 centimeter eraf. Tenminste bij deze kaart 4 centimeter eraf. Millimeter eraf, sorry. Dus dan heb ik voor de binnenkant 14,6 hoog en 11,6 breed. Ja, en dat plak ik aan deze kant. Ik heb mijn textuur aan de buitenkant. En dan heb ik, hier heb ik 2 stukjes. Die zijn 14,6 hoog en 2,6 breed. Breed. Dankjewel Marion. Heb je hem opgezocht in de groep? Ik ga met iets andere papiertjes werken. Wel uit hetzelfde paperpad. Oh, heb je geen chat? Ook zien bij mij wel goed doorlopen. Ik heb wel mijn iPad gekanteld. En dit was dan ook nog weer een stukje van 14,6 keer 11,6. Ik heb het even iets anders staan. Ik heb mijn bureau iets anders ingedeeld. Ik weet niet of ik dat fijn vind, maar we gaan het zien. Dit heb ik alvast geplakt. En dan komt hier natuurlijk de sandpapier op. Die stukjes die doe ik straks even. En dat had ik nog niet gesneden. Nee. Want ik wil het eigenlijk door laten lopen. Ik denk dan kan ik jullie dat laten zien hoe ik dat snij. Ik heb een stuk gesneden van 14,12 hoog. Want dat is dan weer 4 mm laag minder dan mijn matlaagje. En dan leg ik hem op de kop. Want ik ga eerst het, ik zal hem hier even neerleggen. Ik ga eerst het linkse stukje snijden. En dan heb ik 14,2 hoog. En dan doe ik 11,2 breed. En dit snijd ik. En die leg ik hier neer. Dat is deze. Dan wil ik ook die 2 stukjes graag hebben. Dus ik laat hem op de kop liggen. En dan snijd ik deze op 2,2. Ik draai hem toch even andersom. Kan ik hem even goed. Dan leg ik hem aan de linkerkant. Heb je ook een lineaaltje. Dan leg ik hem daar neer. Dat is dan aan deze kant. En dan nog een keer op 2,2. Die leg ik weer aan die kant. En dan draai ik hem toch nog weer om. En dan gaat hij op 11,2. En dan hou ik een klein stukje over van mijn 30,5. Die gebruik ik zo nog weer. Dan leg ik deze even weer aan de kant.
Want hier ga ik dus mijn masks op gebruiken. Even kijken. Ik had deze bedacht. Deze komt ook uit de Bald & Free. En dat is de Mask 283. En ik heb een kleurtje oxide gepakt. De Velvet Jeans. Hier ga ik even mee bezig. En dan leg ik hem... Even kijken hoor, of ik deze leuk vind of die hier zo. Want ik doe alleen maar dit kleine stukje. Want ik ga straks toch nog mijn randjes beinkten. Leg ik hem zo goed in beeld. Kunnen jullie het zien? Ja. Leg hem precies aan het randje. Ik hou hem goed vast. Ik ga er heel zachtjes overheen. Hoeft helemaal niet zoveel. Oh, nu verschuift hij. En hier wil ik nog een beetje. Even kijken of het te zien is. Hier een heel klein stukje. Kun je hem zien. En dat ga ik aan deze kant ga ik dat ook doen. Dan ga ik hem verder pakken. Ik hou hem even heel goed vast. En hier zo. Oh. Moet hem natuurlijk ook even vastplakken, hè? Kijk, dan krijgen we dit. Die had ik dan gehad. En dan wou ik dat randje er eigenlijk wel langs. Van dat andere mask. Goedenavond allemaal nog, die nog binnenkomen. Even kijken of ik hier een heel klein randje langs kan zetten. Dat doe ik even met een klein borsteltje. Heel voorzichtig ga ik dat doen, want ik wil alle randjes. Ja, kijk. Hier nog een stukje. Beetje in het midden. Heel iets. Mooi subtiel. Ja, dat zijn ook tere blaadjes van die mask. Is ook zo. Moet er wel voorzichtig mee aandoen. Hier zo en hier dan nog. Die zie je bijna niet. Dat doe ik ze aan deze kant. Ja, dat was hem. Zo laat ik hem. En dan ga ik deze stukjes, die ga ik alvast opplakken. Dan ga ik ze eerst nog eventjes beinkten. En dan heb ik de Fired Burlap heb ik daarvoor. Die vind ik mooi staan bij, die, bij dat groene kaartstok. Goedenavond allemaal. Mario zie ik nog binnenkomen. Die nog even. En de laatste. Genoeg licht zo, want ik heb mijn lamp niet zo fel aangezet. Deze kant hier. Even een stukje lijm eraf. Zo.
even mijn lijndoekje erbij. Dan zit ik er straks helemaal onder. Ja, duidelijk te zien. Fijn. Fijn. Zet ik hem nog even wat feller, maar... En deze komt hier. Want deze stukjes zie je straks natuurlijk niet zoveel meer, maar het is maar voor het idee dat het allemaal goed doorloopt. Vind ik wel mooi, hou ik wel van. Ja, 2,83 was de mask. Dat klopt. Even kijken, ik zal hem nog even laten zien. Dat is deze. Nou, ook beginnen met die kleinere stukjes. Even zien, want ik heb natuurlijk ook de voorkant nog. Dat is deze en die komt zo. Ik heb ook uit hetzelfde velletje gehaald. Dat komt hier op. Deze kan ik er vast op plakken, die matlaag. En die matlaag die is ook 14,6 keer 11,6 breed. Dat is dezelfde maat als de binnenmaat. Plat neer. En dan deze. Die moet dan natuurlijk ook weer eventjes met de mask. Dit komt bovenaan. Daar zie je niet zoveel van. Hier ook niet. Dit stukje ga ik doen. Rechts onderin. Even kijken. Dan blijft hij erachter hangen. Zal ik hem vastzetten voor deze keer? Zal ik het gewoon doen? Niet eigenwijs doen. Zo. Kijk, dat is best sterk. Ik ga nu gewoon met het takje mee. Of hij het gedaan heeft. Ja, ik kan hem zien. Ik wil hem ook graag heel subtiel. En die wil ik nog. Deze doe ik even weer weg. Die doe ik hier nog even langs de rand. Makkelijk met zo'n kwastje kun je zo even langs. Kijk. En deze. Ja, donker genoeg. Ja, is wel zo veilig, hè, dat vastzetten. Oh, wat erg. Goed, deze komt dan aan deze kant. Dat was de, die bloemetjes waren aan de bovenkant. Het is ook een mooi stukje de achterkant. Dat ga ik zo gebruiken. Deze plak ik hier vast op. Straks de binnenkant gaan bewerken. Dan heb ik niet zo'n bobbel om te plakken. Dan heb ik dit ook al mooi kunnen doen. Daar zit een dopje op. Word je ook verder niks vies. Ik heb ze altijd in een bakje staan. Dat is deze. Nu gaan we dit bewerken. Ik heb dus een rechtse en een linkse. Dus aan één kant heb ik 1 centimeter, 2 centimeter en aan de andere kant. En dan had ik ook al stukjes voor gesneden. Het matlaagje is 9,6 bij 9,6. En mijn stukje wat ik gesneden had, dat is 9,2 bij 9,2. Dan zal ik even het boekje pakken, het peperpetje, dat komt hier uit. Even kijken hoor, dat is het peperpetje MPP184. Even kijken waar die in zit. Ja, hier zit hij. Ik heb deze gepakt en ik heb deze gepakt. Deze twee.
Die zijn 10 bij 10, iets meer dan 10 bij 10, 10,1. Maar die heb ik ietsje op maat gesneden. En op deze kant ook 9,6. En deze 9,2. Daar doe ik verder geen mask op hoor. Dat doe ik alleen even maar beinkten. Die komt hier. En die komt hier. Zo. Dan heb je dus twee stukjes en dan heb je ze tegenovergesteld liggen. Dus 1, 2, 10 en 2. Had je die andere kant de sempapier ook niet even moeten beinkten? Welke andere kant? Voorkant? Ja, had ik wel moeten doen, ja. Heb ik niet gedaan. Oeps. Was wel net zo mooi geweest, denk ik, hè? Ja. Maar goed, die zit er vast. Misschien kan ik er straks nog maar even met mijn toeltje langer zien. Ik doe de inkt met deze randjes. Fired Burlap. Die staat ook gelinkt bij Hobby Vision. Bij Facebook Live. En dan bij de datum van vandaag. Daar staat hij gelinkt. Alsjeblieft, Marion. Deze eventjes. Die plak ik dan weer hier op het matlaagje. En deze komt hier weer op. Zo. Even kijken, dan ga ik deze, die komen dus aan de binnenkant van de kaart rechtop. Deze komt met de 1 centimeter tegen dit opstaande gedeelte. En deze komt hier zo rechtop staand. Die komt naar binnen en die komt naar binnen. Als ik hem nu rechtop zet... Ik zal het even met eentje laten zien. Hij komt zo. Dan kijk je erin en dan kijk je tegen die groene, tegen het groene kaartstok aan. Dat vind ik nooit zo mooi. Dus wat heb ik, wat ga ik nu doen? Ik ga op de binnenkant ga ik wat beplakken. Pak ik even mijn potloodje. Want dit stukje hoeft natuurlijk niet. Die komt hier tegenaan. Maar dit stukje wel. Zet ik even mijn kruisje. En dit is ook een plakrandje, die 1 centimeter, die hoeft ook niet. Maar die 2 dan wel weer. En dan kijk ik er zo in. En dan kijk ik ook tegen deze twee stukjes aan. En tegen dat stukje had ik al een kruisje. Dus aan de achterkant beplak ik 3 stukjes. En aan de voorkant eigenlijk maar 1 stukje. En dat ga ik eerst even doen. Dat doe ik ook bij die andere. Daar had ik al stukjes voor gesneden. Doe ik ook even mijn matlaagje op. En dat matlaagje, dat heb ik gesneden op 9,6 hoog en 1,6 breed. Goedenavond, wie allemaal nog binnenkomt. Gezellig. Dus deze plak ik hier op. Heb ik hier geen kruisjes meer staan, maar hier nog wel. Dan plak ik deze als het ware aan de achterkant. Even kijken, nu goed recht. En voor die kleine stukjes hier heb ik van gesneden 9,6 hoog en op 0,7. Niet op 0,6, want dan wordt hij heel pieterpeuterig. 0,7 heb ik deze gedaan. Dat doe ik met deze ook. Dan plak ik deze aan die kant. En dat ga ik ook aan de andere kant doen.
Dus hier kijk ik tegenaan. En ik kijk tussen deze drie stukjes aan. En daar ga ik dan een matlaagje op doen met het dessinpapiertje. Het dessinpapiertje moet ik nog snijden. Dat laat ik zo zien. Ik had er wel veel voor gewerkt, maar nog niet alles. Dan ben ik met een half uurtje uitgedaan. Hoi Anja. Welkom. Dit is dan weer een stukje van 0,7. En dit stukje van 1,6. Die plak ik hier. En nog een stukje van 0,7. Dus je kijkt gewoon goed waar je tegenaan kijkt aan de binnenkant. En als je te veel werk vindt, te gepriegel, dan doe je hem alleen aan deze kant. Dat twee stukje, die 2 centimeter stukje waar je gewoon tegenaan kijkt. Dan doe je daar de dessinpapier op en verder niet. Even zien, dan moet ik natuurlijk wel mijn stukjes even snijden. En daar had ik ook al een stukje voor gepakt. Deze is 9,2 hoog. Dan ga ik de stukjes even afsnijden. Dan heb ik al mijn masks zet ik op mijn snijmat. Even ruimte maken. Zo. We zijn nodig. Ik wou dit papiertje gebruiken. Dit is de achterkant van het velletje van wat ik gebruikt heb. Maar ik vind dit ook wel mooi. Moet ik hem zo houden? Ja, zo heb ik hem goed. Dit was 1,6. En die snijd ik nu op 1,2. En die komt hier. En die ga ik gelijk opplakken. Dus ben ik straks kwijt waar het allemaal moest. Die plak ik hier. Draai ik hem om en dan was ik daar 1,7. Dan leg ik hem op. Of 0,7, dan leg ik hem op 0,4. Het is wel heel klein hoor. Ja. Vind je dit te veel gedoe, dan sla je dit gewoon over. Ik vind het wel even netjes voor nu. Moet hij weer recht natuurlijk, hè? Anders dan kijk je er nog zo lelijk in. En dan kom ik weer op 1,2. Dat is dan weer deze. Ja. Die komt hier. En ik had gedaan 0,4. Dat is deze. Hier een beetje lijm aan en dan gaan we naar de volgende. Ik laat mijn papiertje ook gewoon liggen, hè? Dat snijd ik gewoon achter elkaar aan. En dan hier heb ik weer 1,2 die ik af moet snijden. Deze, nou, ik ben er bijna. Deze, draai
draai ik hem om. Dan heb ik nog een keer 1,2. Dat is ook een mooie achterkant, hè? Een mooi stukje papier is dit. Oeps. Die komt hier. En dan nog eentje van 0,4. Het is wel een minuscuul stukje. Dag Darleen. Leuk dat je ook kijkt. Oh, stond beeld stil, maar ik ben er weer. Oh, gelukkig. Ik heb een adapter hier naast me staan, dus ik hoop dat het allemaal wel goed komt. Ik wil hem wel recht natuurlijk. Zo. Dit waren mijn stukjes. Deze weer weg doen. Nou, dan moet hij natuurlijk in onze kaart. Dit wordt dan ook gelijk de pop-up. Dan ga ik eerst eventjes wat aftekenen. Even mijn meetlat erbij. Want dit is natuurlijk 15 en dit is 10. En ik wil hem wel graag in het midden hebben. Dus ik leg mijn liniaal neer en ik teken af. Zet een klein puntje op 2,5. En hier op 2,5. En dat doe ik aan deze kant ook. Op 2,5. En op 2,5. Deze komt hier. Dat doe ik op het plakstrookje. Doe ik lijm. Je kunt ook tape doen, wat je zo fijn vindt. En die leg ik tegen de rillijn aan. Tussen mijn streepjes. Leg ik hem goed plat. En dan duw ik hem er zo tegenaan. Oh ja, dat. Ik denk dat dat met de vertraging te maken heeft, Ria. Er zit best wel vertraging in. En dan om deze pop-up vast te plakken. Doen we ook lijm op het plakrandje. En dan vouw ik ze allebei naar binnen. Deze vouw ik ook naar binnen. Dan ligt mijn kaartje ligt mooi binnen de kaart. En dit wordt je pop-up. Oh, Facebook van de leg. Och. Kijk, en als je hem dan weer terugpakt. Dan kun je je pop-up zien. Ik zal hem even rechtop houden. Kunnen jullie erin kijken zo? Kijk, dan zie je gelijk mijn dessinpapiertjes. Dank jullie wel. Dank je wel, Josephine. En dat doe ik aan de andere kant ook. Dan doe ik lijm op een plakstrookje. En ik had net dus ook de streepjes gezet, 2,5. Misschien er zit iets aan, zo. Dan leg ik hem tussen, tegen de vouwlijn aan. En het middenstukje duw ik daar ook weer overheen. Deze gaat gewoon mee. Ja, netjes is dat aan Mario, dat vind ik ook altijd mooi. Ja, het is wel iets meer werk. Deze zit ook goed. En dan doe ik weer lijm aan dit plakstrookje. En dan vouw ik ze allebei naar binnen. Dat je hem gewoon allebei naar binnen hebt. En dan schuif ik deze weer, dat middenstukje schuif ik het naar boven. En dan leg ik deze weer vast.
Dankjewel, Rosita. Even de kans geven om te drogen. En dan komt de pop-up er weer aan. En dan is dit je pop-up kaart. Dit is het model. Ik zal hem iets schuin houden, zodat jullie erin kunnen kijken. Ik heb een beetje vertraging. Ja, zo kun je erin kijken. En je kunt je kaartje gewoon dicht doen. Dank jullie wel. Tot ziens, Schoddy. Tot de volgende keer. En ik heb nog wat spulletjes klaargelegd om hem te pimpen. Op mijn schaaltje. Even kijken hoor. Ik wou niet zoveel doen aan de binnenkant. Dat vind ik een beetje jammer. Dan zie je de plaatjes niet meer. Maar ik had voor hier nog wel een strikje. Even mijn lijmpistool aanzetten. Dat is denk ik wel fijn. Het is helemaal bedolven onder de mask. Zo. Even mijn stopcontact doen. Hè. Even staan. Zo. Zet ik hem even aan. Hier had ik bedacht een strikje met een touwtje. En een klein kraaltje erop met wat takjes eronder. En dan voor hier aan de zijkant wou ik graag deze tak hebben. Die past volgens mij precies ertussen, zo. Een beetje inkt op doen. Ja, het is heel leuk voor kerst, echt. Ja. Oh, je ziet er niet veel van, denk ik. Nee. Even een paar puntjes lijm op. Kun je veel kanten mee op. De binnenkant hoef je niet zoveel te versieren, natuurlijk. Je kunt er ook een bellyband omheen doen. Ik doe het nu niet, maar... Ik wil hem even geplakt hebben. Zo. En aan deze kant ook. Ik heb er nog eentje. Nou, van inkten zie je niet veel. Dus ik plak deze er ook gewoon op. Ik heb ook nog bloemetjes uitgestanst. Dit blaadje, dat is ook... Even kijken hoor. Kijk, die komt hier uit. Waar je deze stand zet. Wildflower Slimline. Kijk, dit is die. En dat is ook uit de Wild & Free collectie. CD828. Heel mooi takje. Ik heb hem al veel gebruikt. Ik denk dat mijn... Mijn lijmpistool doet het. Ik had al een strikje gemaakt. Die wou ik hier op plakken. Dan doe ik nog even een hemdkoordhoutje op. En ik had nog een heel klein geel kraaltje. Ik denk die doe ik erbij. En aan deze kant wou ik die bloemetjes doen. Even mijn, mijn matje. Ik wou de bloemetjes even ietsje opbollen. Even kijken hoor. Een paar grote, een paar kleintjes. Dit heb ik ook allemaal uit restjes papier gestanst. De restjes niet weggooien, hè? Kun je gewoon bloemetjes uitstansen.
rol ik hem even op. Deze ook. Even mijn lijmpistool weer uit. En dan zet ik gewoon een paar stipjes van de lijm waar ik een bloemetje wil. Dan duw ik deze in. En die. Deze doe ik zo nog een paar kleintjes ertussen. Ik leg ze eerst op de kop, dan bol ik ze op en aan de voorkant druk ik ze weer in. Even kijken nog wat voor kleur dit is. Ja. En die doe ik aan de andere kant. Ik ook even weer wat lijm. Ik heb dezelfde kleur, dus doe ik de roze in het midden. En de wat gele, eentje bovenaan en eentje onderlangs. Doe ik zo nog even wat pareltjes in. Vind ik ook altijd wel leuk. Oh, die bloemetjes, die heb ik ook uit een stans. Even kijken, ik had alles naast mij neergelegd. Denk ik. Ja. Kijk, dat is deze set. Hier zijn de bloemetjes. Ik had het bijtje nog uitgestanst en de libellen nog. Dat is ook uit de Balte en Free collectie. Kijk, hier kun je ze beter zien. Dat is de CD827. Dat is die. En deze had ik jullie laten zien. Even kijken. Deze nog. En die. Dat is de verkeerde kant. Dat doe ik even met het kleine puntje. Even opbollen. Komt het er net even iets mooier uit. Even weer een beetje lijm. Ik zet zo hier en daar even een stipje, hè? Dat maakt niet zoveel uit waar het komt. Deze die doe ik daar. En dan die blauwe hier weer. Oh, heeft geen zin. Komt hier. En dan voor de andere kant nog. Even twee bloemetjes. Die doe ik hier. Kunnen jullie het zien? Wat ik doe? Zo. Dan leg ik dit even maar aan de kant. Dan heb ik mijn bloemetjes. En dan had ik nog pareltjes. Ik denk dat ik die gekleurde maar neem. Komt ook uit een JMA setje. En deze komt uit de... Oh, dit is het nummer parel 20. Het zijn deze pareltjes. En ik denk dat ik dat gele wel leuk vind. En deze. Die hele kleine. Die doe ik hierin. Ja. Oh. Nou, kijk. Of ik je adres wil. Heb ik die nog niet dan? Ja. Ik denk dat ik deze opstuur, hè, of meeneem naar Hobby Vision.
Hier nog een paar pareltjes. En dan komt dat geel ook wel weer mooi terug. Die hier. Zit hier goed? Nee. Even priegelen. Ik kan wel aan mijn vinger zitten. Oh, mag ik hem jou ook sturen? Oh, hoeveel moet ik te maken dan? Moeten we heel veel maken, hè? En nog één kleintje. Die komt hier. Ik ga zo naar de voorkant, om de voorkant nog even wat te pimpen. Ik had nog één klein vlindertje. Die wou ik hier nog eventjes op plakken. Dan heb ik hier ook iets, want ik wil hier niet zoveel. Zo. Dit is de binnenkant. Dan ga ik naar de voorkant. Ik had nog zo'n dametje gevonden. Ik denk die kleurt er wel mooi bij. En dan wou ik even wat achter doen. Die komt hier. En dan dat dametje met het hondje. Dat was mijn andere kaart ook. Een dametje met een hondje. Die komt hier. Deze plak ik hier zo gewoon op. Dat dametje doe ik even verhoogd. Ik zal die even weghalen, die glinstert te veel. Ja, want ik had hier nog een paar postzegeltjes. Die wil ik er ook nog tussen doen. Kijk maar, dat ik het niet op de kop heb. Ik denk dat het zo beter is. Ja, dat is beter. Even een stukje. Had ik nog wat bloemetjes opgezocht. Ik plak er maar twee in de midden, want dan kan ik er ook nog weer wat ondersteken. Vast. Oh. Ja, die komt hier. Dankjewel, Ali. Die komen hier. En dan deze. Ik wil die postzegeltjes achter dat dametje weg laten komen. Zo. En dan had ik nog een strikje. Ik had ook nog sisal gepakt. Even mijn lijmpistool weer aan. Dat wou ik dan hier zo plakken. Kijk ik even wat ik nog heb. Ik had ook nog een takje, maar ik denk niet dat ik die doe. Ik had dan even een strikje gemaakt. Wordt het te duur? Ja, de postzegels zijn wel duur, dat is zo. Ik heb vandaag nog wat weggestuurd, maar het is echt... het is wel triest wat het allemaal kost. Maar goed, als je het ervoor over hebt. Deze plak ik hier, want ik had hier nog een leuk kantje. Die wou ik er even onderuit laten komen. Ik heb gewoon een stukje kant. Vouw ik dubbel. Een beetje hete lijm erachter. En die druk ik er gewoon in. Kijk, dan blijft dat wel. Verder plak ik hem niet vast. Deze doe ik ietsje groter. Want ik heb nog een bloem die ik erop wil. Ik had hier nog een blauwe. Die wou ik er nog achterleggen. En dan een witte hier weer tegenaan. Ik denk dat dat wel lukt.
knip hem zo nog even wat af. De strik hier. Nou, deze bloem. Die wou ik hier. Even vasthouden. Deze, die blauwe, en hier zo onder, zo daarachter. Even kijken hoor in mijn beeld of dat zo... Ja, ik denk dat dat wel kan. Hm? Maar je zat al bijna vast. Deze kant hier. Even goed eronder drukken. Hou ik hem even vast. Ja, dan heb ik hier nog een witte. Oh, die lag hier al. En die doe ik hier in het hoekje. Dan had ik nog blaadjes. Die zal ik ook even... even kijken. Of dat de onderbel niet helemaal goed. Doe ik er een klein stukje vanaf. Zo, hier heb ik nog wat. Van alles een beetje uitgestanst. Ik vind het wel fijn, want dan leg ik dat op mijn bordje. Dan kan ik gewoon pakken wat ik dan hebben wil. Die hier zo. Hier had ik er nog een, nog zo'n groene. Ja, die kan daar achter. Die hier. Even kijken. Ja. Wil ik hier onderin ook nog blaadjes hebben. Ik heb nog zo'n groene. Die kan hier nog onder. Ja, dankjewel. Zo, onder de sisal. Deze zal ik even afknippen. En die ook. Zo. Die prutjes kunnen weg. Even zien. Nog even een paar blaadjes eronder in doen. Eronder steken. Even een beetje beinkten. Iets meer kleur eraan. Ja. Trek er toch even een stukje af. Onder nog. Ik heb nog een stukje groen. Mag ietsje korter. Waar blijft dat hangen? Ja, ietsje korter. Die steek ik hier nog onder. Aan deze kant mag nog wel een stukje groen. Nog ietsje. Ja. Even deze netjes neerleggen. Ik zie dat ik ook nog wat witte bloemetjes heb. Dat is denk ik ook nog wel leuk. Aan deze kant, zo eronder. Ja, ik denk dat ik het nog doe. Oh nee, onder de 50 gram lukt mij ook niet, hoor. Nee. En dan doe ik deze nog even aan de andere kant. Die eroverheen. Zo.
Even kijken, ik heb nog een klein strikje, of ik die nog ergens kwijt kan, maar ik denk niet dat dat hoeft, nee. Even kijken. Ja, dankjewel. Ik had nog een libelle, die had ik nog. Die kan er ook nog wel bij. Die kan hier denk ik wel op, ja. Even iets inkt eraan. Even zien, ik denk dat ik het even met de lijn doe. Zo, hierop. En dan heb ik nog van die glaspareltjes. Ik doe even mijn lijnpistool uit. Die wou ik er ook nog even zo her en der even op doen. En ik heb hier nog pareltjes. Even kijken of ik die gele doe of dat ik dat toch die roze doe. Of ik groen doe. Graag gedaan, Mario. Dankjewel voor het kijken. Ja, dat weet ik nog even niet. Ik kijk zo nog even. Ik doe nu zo hier en daar eventjes een... klein beetje lijm. Dan doe ik die paaltjes nog even op. Dit is een grote. Ja, die blijft hangen. En dan wou ik hier nog een paar kleintjes doen. Zo. Ik heb er nog een paar. Graag gedaan, Josephine. Tot de volgende keer. Dit droogt nog wel op. Ik gebruik de Dutch Double Do lijn. Daar zie je straks niks meer van. Oh. Ik heb hier nog twee bloemetjes. Ik denk dat dit ook wel leuk is om dat hier nog eventjes te plakken. Zo hieronder of hierop. Ja, dat ga ik nog doen. Plak ze er gewoon op. Zo. En deze er nog over. Oh, wanneer ik weer kom. Oeh. Dat durf ik zo niet te zeggen uit mijn hoofd. Het is september. Ik denk in oktober weer. Maar je ziet het wel met de aankondiging. Dan zie je iedereen wel weer voorbij komen. Dank jullie wel. Nou, dit was mijn kaartje voor vanavond. Even mijn troepjes aan de kant. Even mijn lijnpistool. Even weg. Dit is mijn kaartje geworden. Voor vanavond. Pop-up kaart. Je kunt er ook een bellyband omheen doen, hè, als je dat leuk vindt. Dan, dankjewel, Jessie. En dit is de binnenkant met een pop-up gedeelte. Dankjewel, Angela. Dankjewel voor het kijken. Dank jullie wel allemaal. Fijne avond allemaal. Ik maak er even een fotootje van. En dan komt hij weer op het YouTube-kanaal van Hobby Fishen. Dan zien jullie hem dan wel weer verschijnen. Dank jullie wel allemaal. Moet natuurlijk ook nog een tekstje op, hè? Nou, die zoek ik er zo eventjes bij. En dan zien jullie wel wat er opgekomen is. Komt helemaal goed. Graag gedaan. Dank jullie wel. Nee, de beschrijving staat niet ergens. Nee. Op mijn eigen blog komt er wel een blogbericht over. Er staan de maten ook wel bij. Maar in de live heb ik ook de maten genoemd. En het was niet zoveel. Je kunt de video stilzetten en dan kun je zo meedoen. Graag gedaan. Dank jullie wel. Ga je hem ook maken, Ali? Dank je. Laat je hem zien. Je mag hem in deze groep laten zien.
Er mag straks ook met de nieuwe kerstlijn komt weer een prachtige kerstlijn aan. Eind september is die, dacht ik, leverbaar. Ziet er geweldig uit. Heel mooi. Ook mooi voor deze kaart. Voor dit model. Zou erg leuk zijn. Misschien ga ik hem ook wel maken. Dus de voorkant. Ik doe er nog even een tekst op. Ga ik nog eventjes opzoeken. Tot ziens allemaal. Tot een volgende keer.